Welkom terug. Daarjuist hebben we het uitgebreid gehad over Tournee Mineral. Maar wat ik mij nu afvraag, wat heeft zo'n sensibiliseringscampagne tot gevolg voor de verkeersveiligheid? En daarom heb ik Stef Willems uitgenodigd van het BIVV, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. Dag Stef. Goedemiddag. Ja. Zeg Stef, ja, BIVV, het is een moeilijke afkorting vind ik, maar het heeft alles te maken met verkeersveiligheid. Ja, wij zijn het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, al 30 jaar werken wij rond verkeersveiligheid, gaande van onderzoeken dat we doen, maar we hebben ook een aantal klantgerichte diensten, bijvoorbeeld als mensen, ik zeg maar iets, een hersenbloeding hebben gehad, ja, dan kunnen die bij ons achteraf kijken of dat die terug rijgeschikt zijn, hè, namelijk of dat die teruggeschikt zijn om in het verkeer te komen. We hebben ook een aantal diensten die we aanbieden aan bedrijven bijvoorbeeld, cursussen, workshops dat we geven rond verkeersveiligheid. Maar onze core business is eigenlijk studies en onderzoeken rond verkeersveiligheid en meestal over ons gedrag in het verkeer. Ja, want het aantal verkeersdoden, is dat nu de laatste tijd ietsje afgenomen? Om het positief te zeggen, wel, hopelijk toch? Het is zo dat de laatste jaren, 2013, 2014, 2015, een soort stagnatie was. En er zijn een aantal jaar geleden op de Staten-Generaal een doelstelling gezet. Namelijk tegen 2020 willen we 420 verkeersdoden in België. De laatste jaren zaten we zo rond de 730. Mm-hmm. En uit de eerste cijfers van 2016... van de eerste 9 maanden zien we dat er wel een forse daling is. Dus de verwachting is wel dat we voor 2016 onder de grens van 700 verkeersdoden gaan geraken. Je kan langs de ene kant zeggen dat is goed dat er een daling is, maar langs de andere kant ja, nog altijd 700 verkeersdoden. Blijft nog altijd veel. Hè? Dat zijn ontelbaar veel drama's die zich erachter spelen. Ja. Achter elke dode zit een hele gezin, een hele gemeenschap. Ja, en als je dan nog weet dat er bijna 50.000 gewonden zijn in ons verkeer, ja, dan is er toch nog wel veel werk te doen, denk ik. En wat is nu de voornaamste doodsoorzaak op dit moment? Oh. Is dat nog altijd drinken, alcohol? Er zijn er eigenlijk vier. De vier grote killers, zoals dat we zeggen. Hè. Dat is alcohol achter het stuur. Dat is te hard rijden, overdreven snelheid. Dat is het gebruik van de gsm en andere afleidingsmiddelen in de wagen. En dat is het niet dragen van de gordel. Dat zijn zo de vier grote doodsoorzaken van ons in ons verkeer. Ja. Maar hebben jullie nu het gevoel dat zo'n sensibiliseringscampagne zoals Tournee Mineral, maar ook jullie Bob-campagne, dat impact heeft op het gedrag van mensen in het verkeer? Wel, ik kan natuurlijk alleen voor de Bob-campagne spreken als het gaat over impact, maar dat zien we wel. We spreken altijd van de Bob-campagne. Dat is niet alleen sensibilisering, daar is ook controle door de politie aangekoppeld. En wat zien we? Dat wel jaar na jaar blijkt te werken. Dus de Bob-campagne loopt nu al meer dan 20 jaar. En jaar na jaar zien we dat er meer controles zijn en dat er minder bestuurders positief blazen. Dus wat blijkt, als mensen weten van kijk, we gaan gecontroleerd worden, hè, rond de kerst- en nieuwjaarsperiode, ja, is iedereen daar heel bewust mee bezig, dan organiseren ze zich, zorgen ze dat ze een bob hebben, of dat ze blijven slapen, of dat ze een taxi bellen. En dan zie je dat er ook gewoon veel minder mensen met een glaasje te veel op in het verkeer zitten. Het is nu zaak om ervoor te zorgen dat dat niet enkel dan gebeurt, maar ook de rest van het jaar. Ja. En, voilà. En hoe zit dat eigenlijk bij jongeren? Hebben die ook zo dat bewustzijns... Ja, die zijn natuurlijk mee opgegroeid met Bob, hè. Maar we weten wel uit onze laatste gedragsmeting, zoals dat dan heet, dat als het gaat over alcohol, dat het eigenlijk in alle leeftijdscategorieën, dus niet bij de jongeren of niet bij de ouderen, maar door in alle leeftijdsgroepen, dat er ongeveer een even groot percentage is van mensen dat de wagen neemt als ze te veel gedronken hebben. Mm-hmm. Dus het is niet uitsluitend een probleem van jongeren of uitsluitend een probleem van ouderen. Het is een probleem dat eigenlijk over de gehele maatschappij zich doortrekt. Maar het zou wel fijn zijn hè, dat jongeren ook zo eens tegen elkaar kunnen zeggen van kom jong, je gaat toch de auto niet nemen. Dus maar ik denk dat meer en meer gebeurt wel. Ja. Ja, en als ik naar mezelf kijk, ik speel nog altijd voetbal en ik zie hoe dat het gedrag in mijn voetbalploegje wel veranderd is. 10 jaar geleden was het ondenkbaar. Was het moeilijker om te zeggen, als iedereen aan de toog een pintje drinkt, om te zeggen van, oh, geef mij een spaad, hè. Dan werden ze wat uitgelachen. Nu merk ik, als iemand zegt van, ja, voor mij een cola of een spaad, dat is oké, en dat is prima. Mm-hmm. Voor alle duidelijkheid, de Bob-campagne zegt ook niet dat je geen pintje mag drinken of dat je geen alcohol mag drinken. Maar het zegt wel, ja, als je gedronken hebt, dan mag je niet met de wagen rijden. Dus dat is wel een verschil, ook in aanpak. En in die zin is, denk ik, Tournee Mineral ook een positief signaal. Als ik het goed begrepen heb, hebben ze niet de bedoeling om de mensen
geheel te ontraden voor eeuwig en altijd alcohol te drinken. Dat heeft Steven daar juist ook gezegd. Voilà, ja. Denk er een keer over na en de volgende keer, ja, als je graag een pintje hebt, je mocht gerust je pintje drinken of je wijntje, maar rijd dan niet met de wagen. En ik denk dat dat ook een beetje het idee achter Tournee Mineral is, van je mocht gerust iets drinken, ja. Maar wees daarvan bewust dat dat ook een impact heeft op je gezondheid en op andere aspecten van je leven. En hoe is dat eigenlijk bij jou persoonlijk? Want wij kennen jou nu als woordvoerder van BIVV, maar we kennen jou ook als gepassioneerd muzikant eigenlijk, ja, en singer-songwriter. Ja, ik combineer verschillende levens. Het woordvoerderschap en het muzikantschap heeft in die zin wel een beetje vergelijkingspunten, namelijk dat je een boodschap probeert over te brengen. Hè. In het geval van verkeersveiligheid probeer je mensen dingen aan te reiken, duidelijk te maken van kijk, dit zegt de wetenschap of dat zijn onze aanbevelingen. We proberen dat niet te doen met het belerende vinger van wij weten het beter. Nee, we zeggen van kijk, dit gebeurt er. Bijvoorbeeld als je een sms'je stuurt, dan heb je 23 keer meer kans op een ongeval. Ja, dan, ik zou kunnen zeggen, doe dat dan niet. Maar ik denk als ik dat tegen u zeg, dat je de volgende keer als je met de wagen rijdt, ook wel denkt, 23 keer meer kans, moet ik dat sms'je wel sturen. Ja. Dat heeft meer impact. Als muzikant ook, ja, ik maak nummers, liedjes, en je hoopt dat aan de andere kant, het publiek, of dat dat nu op de radio of live is, dat binnenkomt en dat die daar iets aan hebben, dat die daar blij van worden, of net een triestige gevoelens kunnen verwerken. Voilà. Maar je bent frontman van Freemout, ja. Toch wel een populaire band, vooral hier in het Leuvense, ja. Mag ik wel zeggen. Je komt wel in aanraking met festivals en ik weet niet hoe jouw bandleden zijn. Drinken die ook graag wel eens een pintje als jullie op podium staan? Wat dat betreft zijn we eigenlijk de meest saaie band ter wereld. Ik bedoel, er wordt ooit wel eens een pintje gedronken, maar ja, de meeste, we zijn eigenlijk brave huisvaders. We drinken er. Ik ben even aan het nadenken na een optreden. Ik kan me niet voorstellen dat er bij ons echt bier op de tafel komt. Iedereen heeft nog een dagtaak daarna, dus dat is een spanne cola. En je kunt cola. Ook uit de bol gaan zonder alcohol op podium. Absoluut. En we hebben laatst bijvoorbeeld bij het BVV hadden we een nieuwjaarsdrink en daar waren van die alcoholvrije cocktails. En vroeger zou ik gezegd hebben, ja, dat is. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is wat seks onder het voorspel of zo, bij wijze van spreken. Hè. Je hebt daar niks aan, maar ja. Dat is eigenlijk bijzonder, bijzonder lekker, zo'n alcoholvrije cocktail. Ja, dat is absoluut. Het oog wilt ook wat natuurlijk. Hè. Ja, nee, maar er moet daarom geen alcohol in zitten. Nee, voilà, is dat. Ja. Maar goed, verder over jouw muziek. Ja. Want je hebt als band, Freemout, heb je wel iets te vieren vorig jaar. Denk ik 5 jaar Freemout, of jaar, dit jaar? Dit jaar, ja. We hebben dat vorige week, de 11e februari, stonden we in Leopoldsburg, waar ik oorspronkelijk vandaan kom, in het cultureel centrum, voor een uitverkochte zaal. En hebben we 5 jaar Freemout gevierd. Mm-hmm. We hadden daar een fantastische blazersectie bij. We hadden die show alles eerder gespeeld. En de bedoeling is nu dat we doorheen heel het jaar overal verjaardagsconcerten gaan geven. Vijf jaar Freemout. Ja, we gaan eens naar een stukje kijken. Ik wil geen nummer 2 zijn, de tijd is voorbij. Ik verdien de eerste plaats, dus daarom kies voor mij. Ik wil geen nummer 2 zijn, de tijd is voorbij. Is dat hier ergens in de buurt? Dat was in Herentals, in het cultureel centrum van Herentals, ja. In CC Schalike was dat, ja. En nu in Leopoldsburg, ja, die beelden zijn nog niet verwerkt, dat heb ik ook laten capteren. Mm-hmm. Daar hebben we onze debuutalbum voor gesteld. Ja. Dus daar hebben we 5 jaar over gedaan om 16, vijf jaar, ja. Ja, om 16 eigen nummers bij elkaar te pennen en op te nemen. En hoe heet het nieuwe album? Een titeloos album. Titeloos? Ja, voilà. Ja. Het is altijd moeilijk om voor zo één slogan te vinden die de vlag of de vlag die de lading dekt. En daarom hebben we gewoon Freemout op de hoes staan en dat is eigenlijk de naam van de plaat dan. Voilà. Ja, en we hebben hier ook wel de hoes liggen. Volgens mij is dat de hoes, hè? Ja, voilà. Ja. We zien al de groepsleden en de naam staat erboven. Dus je kan niet missen en de plaat is te koop. Via onze website www.freemout-band.be of ook via iTunes of op optredens. En mm-hmm. We hopen natuurlijk dat de cd wat weerklank gaat krijgen. Hè. Ja. Er staan ondertussen een hele hoop nummers op die al op de radio te horen waren. Mm-hmm.
En Freemout, de naam Freemout is wel een ambitieuze naam, moet ik wel zeggen. Ja, ja. Heb jij iets met de ruimte of met Dirk Freemout zelf? Wel, ik ben nog niet zelf in de ruimte geweest, als dat je vraag was. Nee, ik heb Dirk Freemout ook nog niet ontmoet. Het is wel zo, ik wou een Vlaamse en ambitieuze naam, dus... En ik denk dat de naam Freemout, ja, iedereen kan dat wel onthouden. En het grappige is dat de dochter van Frank de Winne, de tweede Belg die in de ruimte geweest is, dat die fan is van ons. Ah ja? Ja, die heeft al een paar keer tegen mij gezegd, ik snap dat niet, waarom Freemout, ja, waarom hadden we dat niet gewoon de Winne genoemd? Voilà, dus, Ja, maar jouw nieuwe single heeft wel iets te maken met de ruimte, hè? Ja, ja, die heet Sterren zien. Het is een liefdesballade, zo rond de tijd van Valentijn. Het is dinsdag, denk ik, Valentijn geweest. Ja, dan mag dat wel eens een romantische ballade. Ja, daar wil ik toch wel een stukje van horen. Okay, mag je dat? Ja, absoluut. Je hebt die gitaar mee. En trouwens, jij moest niet zo ver, hè? Je bent van Wijchmaal, dacht ik. Ja, dat klopt. Ik ben van Wijchmaal. Dus je bent met de fiets gekomen? Mijn gitaar ging moeilijk mee in de fiets. Het is wel grappig, omdat Stan Watsamang is ook van Wijchmaal. Oh, ja? We komen elkaar wel eens tegen. Ja, toevallig als we ergens... ik denk volgende maand spelen we trouwens een voorprogramma ergens in Aartselaar, in het cultureel centrum. Dus dat is heel grappig dat twee mensen die op 300 meter van elkaar wonen, dan eigenlijk het hele land gaan doorrijden om daar dan op hetzelfde podium te staan. Ja, we moeten volgende keer samen afspreken. Hè? Voilà, ja, dat kunnen we ook doen. Ja. We kunnen carpoolen. Dat is ook nog goed voor het milieu en voor de mobiliteit en voor de verkeersveiligheid ook. Drie vliegen in één klap. Ja. En nu sterren zien van... Jouw nieuwste single eigenlijk, ja. Van Freemout. De tv flikkert zacht en ik zie de kleurenpracht in een film waar ik had nooit verwacht dat deze nacht me zo veranderen zou. Want dit moment koester ik intens. Hierop heb ik al veel te lang gewacht. En ik wil met jou sterren zien. De kleine beer en de grote beer misschien. Ik wil met jou dansen op de maan. Een foxtrot of een tango, vind je dat zo abnormaal? Wauw, staande ovatie zou ik zeggen. Al zittend een staande ovatie, ja. Nee, dankjewel om wel een stukje te laten horen. Het is echt wel een romantisch lied, hè? Ja, ja, ja. In het kader van Valentijn kan dit wel tellen. Ja, voor al uw trouwfeesten, aarzel niet. Gewoon sterren zien spelen. Treed jij hier nog op in de regio? Kan ik iets aankondigen? Wel, het is zo, we hebben een tournee op stapel staan doorheen heel België, behalve in de buurt van Leuven. Dat is heel, heel bizar, voorlopig, zeg ik. Kan nog komen. Wel ja, ik hoop het, want het is altijd fijn als we in de buurt kunnen spelen. Het dichtstbijzijnde dus is Haagd op 9 juli, mm-hmm. Wat zo fijn zijn om ook zo... Ja, richting Centrum Leuven, om daar toch deze zomer ons kunsten te mogen tonen. Dus, bij deze een oproep aan alle organisatoren. Ja, ik hoop dat het wel lukt. Omdat we hebben hier best wel wat aanhangen en dat is altijd plezant om voor eigen volk te spelen. Dus ik hoop dat wel lukt. Ja, en het gaat een hele toffe show worden. Daar mag je van op aan. Stef, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En veel succes met de nieuwe CD. Dank je. Zo, we gaan deze cocktail afsluiten, maar straks zijn we uiteraard terug met het nieuws.